Anderlecht wint niet zonder moeite van Standaar en White Star klimt naar boven. Dat en meer in Lotto Super League Rewind. Afgelopen weekend stond de eerste Classico van het seizoen op het programma. En dat bracht naast wat kijklustige ook heel wat bekende gezichten met zich mee. Ik ben momenteel geblesseerd. Ik ga maandag terug naar Hoffenheim om daar verder te revalideren. Ik gok een beetje op de nationale ploeg binnen 3-4 weken. Als ik in België ben en ik kan een wedstrijd meepikken, dan doe ik dat heel graag. En de Kenny ziet Standaar heel fel aan de wedstrijd starten. Het drukt Anderlecht achteruit. Dit loopt maar net goed af voor Odeurs. Colson kan van de lijn halen. Het gevaar blijft in de eerste periode van de Rouchettes komen. Von geraakt makkelijk voorbij vierendeels, maar Van Einde kan niet afwerken. Ondanks goede pressing blijft het lastig om aan echt grote kansen te komen voor Standaar. Na een half uur lijkt Anderlecht er wat door te komen. Mooi dubbelpaasje tussen Bouabadi en Minnaert, maar we krijgen nog steeds geen bal tussen de palen voor Paars-Wit. Vlak voor rust krijgen we de beste kans te zien. Na een aanval over verschillende stationnetjes legt Minnaert de bal klaar voor Wijnands. Zij heeft pech in de afwerking, haar schot strandt op de paal. Na de pauze is het wel meteen raak voor de thuisploeg, als een vrije trap blijft hangen in de 16. Wijnands twijfelt niet en knalt Anderlecht op voorsprong. En dat mogen we intussen misschien gevleid, maar wel verdiend noemen. 5 minuten later zijn de Brusselaars daar opnieuw. Minnaert snoept de bal af van Nelissen. Bouabadi trekt terug tot bij Minnaert, die er met een grondscherend schot 2-0 van maakt. Voor Minnaert, die haar start bij Anderlecht niet heeft gemist, is het haar tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Ik voel me heel op mijn gemak. Ja, het kan eigenlijk niet beter, denk ik. Ik ben heel snel in de groep opgenomen. Ik ken al heel veel speelsters, dus heel nieuw was het niet. Maar ik voel me heel goed en ik ben blij. De wedstrijd ligt in een definitieve plooi na een uur spelen. Anderlecht controleert en kan af en toe nog eens tegenprikken. Al ben je in een Classico natuurlijk nooit klaar met Standaar. Na vlot combinatiespel kan Von de bal voorbrengen. Blaven kop tegen de lat en in de rebound kan de ingevallen Merkelbach niet afwerken. Dit was dé kans voor Standaar om terug in de wedstrijd te keren. Het spel gaat nu goed over en weer en vooral Minnaert heeft haar dagje. Haar actie krijgt helaas geen vervolg, maar ze etaleert toch weer staaltjes van haar grote klasse. 20 minuten voor tijd is het dan weer aan Standaar om iets te ondernemen. Merkelbach staat geen buitenspel en heeft een open doelkans. Maar opnieuw komt ze niet tot scoren, ze slaat zichzelf op het hoofd. Terecht, want deze bal moest erin. Anderlecht doet dus wat het moet doen, winnen van Standaar. Eindstand 2-0. Ik denk dat we een aantal goede momenten gehad hebben en juist voor de rust nog die bal op de paal. Maar ik vond wel dat we controle hadden. Zij waren zeer gevaarlijk in de omschakeling met de snelheid van Von. Er was dreiging met momenten van Standaar en ze hebben die tweede helft al een bal op de lat. Maar super uitgespeelde kansen hebben ook niet veel weggegeven. Dus in dat opzicht vond ik wel dat verdiend was dat we gewonnen hebben. Standaar pakt na een reeks moeilijke wedstrijden 1-9, maar toch ziet de trainer het positief in. Pour moi, on a un point, mais on a fait 3 bons matchs avec nos moyens. Mais je dirais que par rapport à l'année passée, on a un point de plus, parce que l'année passée, on a pris 0 points à Anderlecht, on avait pris 0 points à Bruges, et on avait pris EOHL avait gagné aussi l'année passée. Donc je dirais qu'on a un point de plus par rapport à l'année dernière. KV Mechelen stond bij leider Oud-Heverlee-Leuven voor een moeilijke opdracht. Ze starten wel sterk, maar Hanna Eurlings zet na 7 minuten Malinois alweer met de voetjes op de grond. 1-0. En 2 minuten later neemt Van Schoonhoven de bal op de slof en knalt heerlijk binnen. We zijn nog geen 10 minuten ver en de match lijkt al beslist. We starten goed, dat klopt. We hebben die eerste kans ook. Maar dan weet je, als je hem zelf niet maakt, dan moet je constant gefocust zijn en zeker en vast niks weggeven. En de eerste 2 doelpunten, ik heb het ook gezegd in de kleedkamer, die zijn echt wel flagrant. Individuele foutjes dat we daar maken. Je staat 2-0 achter en die wedstrijd is gedaan. Zo simpel is het dan. De bezoekers zijn niet agressief genoeg en Leuven blijft de ruimte vinden. Malinois blijft ook fouten opstapelen. Op het half uur maken de Leuvenaars de wedstrijd volledig dood. Tissiak wordt geen strobreed in de weg gelegd en werkt beheerst af. We gaan rusten met 3-0 op het bord. Ook in de tweede helft is het al Leuven wat de klok slaat. Een kleine kans voor Van Essen is het grootste wapenfeit voor de bezoekers. Malinois speelt hoger en geeft daardoor veel ruimte weg in de rug.
Van Dijk maakt de Mechelse avond nog pijnlijker en legt de 4-0 eindstand vast. En zonder Bakarne had het aantal doelpunten wellicht hoger kunnen oplopen. De thuisploeg vergeet op haar beurt de score verder uit te diepen. Mechelen verliest met 4-0 en hangt met 0-9 onderaan het klassement. Volgende week moet het dus vol aan de bak tegen Standaar. Leuven blijft leider met een perfect rapport. Ik denk dat het voor ons ook wel goed was dat Mechelen er echt zin in had en dat Mechelen ook wel voetballen. Dat gaf ons net iets meer ruimte. Ik denk dat wel andere ploegen zijn tegengekomen die dan liever een fort bouwen. Dus dat is ook een pluim naar Mechelen toe. Ze zijn neergekomen met de bedoeling om te voetballen. En dan, ja, dan is het gewoon wet van de net iets sterker. Ik denk dat we die vandaag hebben uitgebuit. Maar dat dat wel belangrijk is voor ploegen als Mechelen. Een nieuw in opstart, nieuw iets aan het bouwen, een echt project aan het bouwen. En die komen hier wel met de wil om te voetballen. Dus dat maakt het voor ons wel aangenaam. Club Wailee had op eigen bodem met Charleroi een op papier makkelijke tegenstander en start gretig aan de wedstrijd. Ouzraoui zorgt voor de meeste dreiging in het openingskwartier. De bezoekers graven zich zeker niet in. Galay dropt de bal in de 16 en Duterne scoort de 0-1. Zo komt Charleroi voor de eerste keer dit seizoen op voorsprong. Maar de thuisploeg reageert meteen. Gerits met een uitgemeten paas tot bij Van Mechelen, die rustig de doelvrouw omspeelt en de bordjes weer in evenwicht brengt. Club drukt door, Van Bellen behoudt het overzicht en Van Mechelen zet de scheve situatie recht voor 2-1. Dan een warrige fase achterin bij Club. Charleroi claimt het doelpunt, maar tevergeefs, de bal gaat niet volledig over de lijn. Blauw-zwart mag wel nog eens juichen, Van Mechelen vervolledigt haar hattrick nog voor de rust, de buit lijkt dan al binnen. Hoewel, Charleroi komt fel uit de kleedkamer, Duterne trapt overhaast over. Hier moesten de bezoekers meer mee doen. Aan de overzijde duikt Matavkova goed de diepte in, maar Delvaux is bij de pinken. Club morst met de kansen. De eerste helft heeft duidelijk krachten gekost. Pas diep in de tweede kan Club zich nog eens tonen. Van Mechelen bedient deze keer Van Bellen, die de 4-1 alsnog op het scorebord zet. En daar hoort een dansje bij. Een moedig strijdend Charleroi blijft zoeken naar dat tweede verdiende doelpunt, maar ook Dayer stuit op schamp. Le score n'est pas du tout mérité par rapport à ce qu'on a pu montrer sur le terrain, mais après voilà, c'est un match de foot, c'est dans notre minute, donc continuons à travailler et après peut-être que le travail finira par payer. Ik denk dat we niet gestart zijn aan de wedstrijd like dat wij vooraf voorzien hadden en wat het plan was. We komen dan ook nog een keer op achterstand, omdat we niet efficiënt genoeg zijn van voor. Maar ik denk ook dat dit een wedstrijd was waarin dat wij als staf heel veel geleerd hebben. Ik denk dat we echt niet tevreden mogen zijn met het voetbal dat we vandaag gebracht hebben. Maar we hebben twee trainingen samen gehad, dus ik hoop dat het tegen volgende week wel veel beter gaat zijn. Het was feest op de farm in Zulte tegen AA Gent en dat had niet alleen te maken met de plechtige opening van het terrein. Maas tikt het eerste schot weg, maar Van Gorp staat klaar en tikt de rebound binnen. Na amper 3 minuten staat SCV al op voorsprong. De steun van de vele fans in het zo goed als volle stadion geeft duidelijk een boost. Amper 2 minuten later staat Van Gorp weer alleen voor doel, maar deze keer kan ze Maas niet kloppen. Op het kwartier gaat het licht even uit bij Van den Heuvel. Ze loopt pres omver in de 16. De scheidsrechter wijst meteen naar de stip. Maas probeert een mentaal spelletje te spelen. Ze voert een perfecte choreografie uit. Met succes, want pres twijfelt en trapt de penalty recht in haar handen. Gent komt maar niet in de wedstrijd. Het is volledig op verdedigen aangewezen. Lefebvre ontsnapt van op haar flank, maar wacht te lang. Eline voorkomt de doelpoging. Zo gaan we rusten met een kleine voorsprong voor SCV. Na de pauze neemt de thuisploeg meteen weer de wedstrijd in handen. Na een inworp valt de bal mooi voor doel. Stijver ziet haar kans en schiet raak. 2-0 na 4 minuten spelen in de tweede helft. Gent probeert wel. Van Dalen vertrekt met de bal, maar de Zulte verdediging staat solide. En enkele minuten later stuurt Van Dalen de bal opnieuw naar voor, maar alweer wordt het duel verloren. Zo blijft het 2-0. De jeugdspelertjes van Zulte komen meevieren op het veld.
Ik denk dat we inderdaad zeer blij mogen zijn met de 9 op 12 die dat we nu hebben. Ja, waaraan ligt dat? Ik denk dat we als ploeg er wel staan. Soms misschien nog wat meer onze kansen mogen afwerken. Zoals je daar straks ook zei, dat had ook wel meer dan 2-0 kunnen zijn. Maar ik denk dat we zeker blij mogen zijn met de start die we maken. Het is jammer dat ik 2 keer een penalty pak wanneer dat we verliezen. Ik zou graag een keer een penalty willen nemen wanneer dat het punten oplevert. Je moet ook een beetje geluk hebben. We hebben het geluk in Genk. En je dwingt dat ook af. En dat was vandaag niet het geval voor ons. Woluwe en Aalst stonden onderin het klassement en konden allebei wel een overwinning gebruiken. De thuisploeg heeft dat goed begrepen, want bij de eerste kans op het kwartier is het meteen raak. Verdonk kopte Brusselaars op voorsprong. 3 minuten later zijn ze nog altijd van slag achterin bij Aalst als de kleine Michiels de bal in doel verlengt. Assist nummer 2 voor Gijsbrechts en zo staat het na 20 minuten spelen al 2-0 voor Woluwe. Aalst probeert zich dan in de wedstrijd te knokken, maar echt grote kansen komen er niet. Een kopbal van De Bruin is de beste mogelijkheid voor de bezoekers in de eerste helft. Woluwe komt ook nog een keertje gevaarlijk uit de hoek, maar de poging van De Vil strandt op de lat. Zo blijft het 2-0 aan de rust. In de tweede helft zet Aalst meer druk op de Woluwe-defensie en dat levert op. De Freire is eerst bij de bal en maakt de aansluitingstreffer. Dan gaat het licht even uit bij De Spre. Met een gestrekt been gaat ze in de tackle. Niet slim als je al geel achter je naam hebt. Al had de scheidsrechter ook rechtstreeks rood kunnen trekken, want ook voor de kegel zit de partij erop. Zij moet geblesseerd afgevoerd worden. Aalst probeert nog een punt uit de brand te slepen, maar het slotoffensief levert niets op. En de Ajuinen verliezen dus met 2-1 van Woluwe. Ze hebben ons een lesje geleerd in alle één, zowel in karakter, zowel als willen winnen, zowel als in teamspirit. Zijn wij een beetje, ik kan niet zeggen nonchalant, maar we moesten een beetje meer als ploeg op het veld gekomen zijn. En dat hebben we een beetje vergeten te doen. Voor Woluwe is het de eerste zege van het seizoen en dat doet deugd. Ça fait du bien au moral, ça fait surtout plaisir de prendre 3 points qui sont importants pour le groupe. Maintenant dans la manière, c'était pas l'idéal, je veux dire, mais voilà, c'est comme ça, c'est 3 points et je crois que le groupe est content aujourd'hui de partir avec la victoire. Het uitslagenbord van speeldag 4 dan met zegens voor White Star, Anderlecht, Zulte Waregem, Club Waalwijk en OH Leuven. In de rangschikking behoudt Leuven het maximum van de punten, net zoals Anderlecht dat de match minder gespeeld heeft. En in de rechterkolom valt de opmars van White Star Woluwe op. Volgende week is Aalst Genk onze live match en is het uitkijken naar wat Standaard bij KV Mechelen kan halen. Afspraak volgende maandag voor een nieuwe LSL Rewind.